Hoe maak je een nieuwe patiënt aan in Zhangmen? Klik op administratie. Klik op nieuwe patiënt. En vul er zoveel mogelijk gegevens in. Niet alles is verplicht, maar sommige dingen zijn wel belangrijk om in te vullen. Uiteraard de naam. De voornaam. En het geslacht. Geboortedatum. BSN-nummer, dat wordt gecheckt, maar dat hoeft niet per se ingevuld te worden. Adres, de postcode. En let op, als je de postcode doet en het nummer erachter, dan zal Zhangmen vanzelf de goede gegevens al invullen. Hoofdklachten invullen. Kan beste westers. E-mailadres ook handig voor de facturatie. En we kunnen de gegevens vervolgens opslaan. Nou, dan zoeken we eventueel snel wat punten die we kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij een levertjesstagnatie. Gaan we eens even kijken. Bij alle syndromen. Dan cystagnatie, levertjesstagnatie. Gebruiken we bijvoorbeeld deze punten voor. Als voorbeeld, hè. Je kunt natuurlijk zeker wat anders kiezen. Gaan terug naar de administratie. Met de rechtermuisknop vullen we de punten in. En daarbij hebben we de mogelijkheid benut om het administratieve deel in te vullen. Je kunt een anamnese toevoegen. Door hier te klikken op anamnese, dan wordt er in Word een anamnese document aangemaakt. Alle gegevens die je hebt ingevuld staan al voorvermeld. Je kunt nog meer gegevens invoeren en eventueel aangeven waar de meeste klachten zich bevinden. Alle andere zaken rondom de anamnese kunnen ook ingevuld worden. Is vrij uitgebreid en eventueel ook naar eigen wens aan te passen. We slaan die gegevens op. Vervolgens zeggen we, nou, we willen een brief schrijven aan de huisarts. Hier kun je allerlei zaken invullen die te maken hebben met de behandeling. En je maakt vervolgens een brief aan. En die vult zich met de gegevens die je al hebt aangegeven. Als we willen factureren, zeg van oké, deze twee behandelingen willen we factureren. Dubbelklik in die velden en er ontstaat een kruisje, een x'je. Je drukt op factuur. En op die manier opent zich een factuur in Microsoft Excel. Waar alle gegevens in staan, die zijn vervolgens ook af te drukken. BTW-percentages zijn toe te voegen. Alle gegevens worden ingevuld. En je kunt deze factuur ook mailen als je Outlook gebruikt. Okay. Het e-mailadres van de patiënt wordt al gebruikt. We kunnen nog even wat zaken toevoegen, bijvoorbeeld de praktijkhandtekening. En op die manier hebben we alles klaar. Als je dan op verzenden klikt, wordt die factuur verzonden aan de patiënt.
en de boekhouding wordt bijgewerkt. Het bijwerken kun je hier eventueel zien. Hier zie je alle gegevens. Die kun je exporteren naar een eventueel boekhoudprogramma of Excel of aan je accountant of boekhouder geven. En hier kunnen we nog wat overzichten vinden van wat er gefactureerd is, in welk jaar, wat de totalen daarvan zijn. Het is allemaal goed inzichtelijk te krijgen. Oké. Tot zover een overzicht van de anamnese, de administratie. Verder kun je ook nog zaken rondom balansmethode en Wuching toevoegen. Dat even kort laten zien. En voor latere gevallen is dat weer helemaal vrij op te halen. Nou, we kunnen een nieuwe afspraak maken voor de patiënt door op de agenda te klikken. En dan zeggen we van, oké, komende donderdag maken we een nieuwe afspraak om 12 uur. En het kan eventueel ook in Outlook of een ander agendaprogramma. Tot zover een kort overzicht.